Emiel van de Hazelhoeve. Mijn vader klaagde dat we laat waren met de koffie. En mijn moeder was bezig kersenwijn te maken voor mevrouw Petrel. Ze had toch toestemming van mijn vader gekregen. Dat had waarschijnlijk te maken met het leuke bedragje waar mevrouw Petrel het over gehad had. De kersen waren gegist. En wat dat betekent, kom je later wel te weten. En het sap komt nu in de flessen. Ja, det ska bli riktigt skönt att få det här i huset. Så bra att ni är tillbaka igen. Toen ik terugkwam van de hooiers, moest ik de kersen op de composthoop gooien. Die bleven glad en die komen kaffet. Särskilt pappa. Ja, zo, pappa. Ja. Hej du, grisekloen. Trodde du jag kommer mat åt dig, va? Knorre was direct nieuwsgierig naar wat ik daar in die emmer had. Fast varför det förresten? Då kan väl lika bra du få dem. Jag vet inte, det är läcker. Här ska du se. En de haan ook. Gott va? Dus gaf ik de kippen er ook maar wat van. Maar toen viel de haan ineens om. Worden ze ineens wild? Wat kan dat? Volgens mij zijn ze de weg kwijt. En wat heeft hij? En Knorre ook. Hij ging als een gek achter de kippen aan. Ik begreep er niks van. Ik wist zeker dat ze dood waren. Ze waren zich doodgeschrokken van die wilde haan en van Knorre.
Vi är döda allihop. Det är så rart. Ook mijn eigen kip, de Manke, was dood. Ik kon niets anders meer doen dan haar een mooie begrafenis geven. Ik verzon een mooi grafschrift. Hier rust mijn manke kip. Mensen, luidt nu alle klokken, want ze is zich doodgeschrokken. Ik moest maar eens een hartig woordje met Knorren wisselen. Waarom die zo raar deed. Wat voor jij zo daar? Gaat hij nou ook omvallen? Och du då? Man blir av med alla dina fruer på en enda gång. Men det tar alldeles lugnt. Skäms du inte? En met de haan ging het ook niet goed. Je bent het heel lang cool voor je. Ik begreep er steeds minder van. Er nog veel met jurspennen. Konstigt. Misschien kwam het wel door die kersen. Nee, ik besloot er een paar te proberen. Maar ze waren heerlijk. De lekkerste kersen die ik ooit gegeten had. Ik heb het gevoel dat ik even neer zo goed ben. Det är blott för dig min vän, det är blott för kärleken. Sitta och kunde jag dö. Nej, gör inte det, snälla lilla Lina. En toen, bij het middageten, toen begon mijn moeder me te missen. Gå och titta efter Lina var han kan vara. Meestal zit ik als eerste aan tafel. Nee, tänk att han inte gör det. Ze sturen Lina erop uit om me te zoeken. Är du trött, Krösa-Maja? Ja, nog en. Krösa-Maja had ook met hooien meegeholpen, maar ze was er eigenlijk te oud voor. Ze was doodmoe. Han får ut genom dörrar gå. Om vi ligger i ordentligt så blir vi nog klara med rågen imorgon. Ja du, om det inte blir regn så. Men det ser ut till att kunna bli. En toen kwam Lina de kamer weer binnen. Met een wel heel bijzonder bericht. Waarom staat u daar? Har er hent nog? Ja, om det är något som har hänt, ja. De haan is dood? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men, hen säger i alla fall du. En manke kip is dood? Ja, hen ska dö. Du? Och, toppen är... En de andere kippen zijn dood? Och, En het varken was ook dood. En ik was... Ja? Emil är... Ja, vad är det med Emil? Tja. Är också full. Ze schrokken zich een ongeluk natuurlijk. Maar toen roken ze aan mijn arm dat ik niet zozeer dood was, als wel dronken. Het is een elende. Kom. Ja, ik ga het doen. Kom. Ga jij even. Terwijl ze me naar binnen droegen, moet Krösa-Maja toen zijn gesmeerd. Naar het dorp om iedereen van dit vreselijke nieuws te laten meegenieten. Dus zo moe kan ze nou ook weer niet geweest zijn van het hooien. Ja, dan nu Alma. Zo.
Så ja, Alma. Ta det nu lugnt bara. Niemand begrijpt hoe het mogelijk is dat ik sterke drank heb gevonden. Det är nog bättre för att få vara ute i friska luften. Nej, lite på Alfred du. Han förstår sig på såna här saker bättre än du och jag, Alma. Kom nu, Emil. Alfred besloot dat frisse lucht het beste voor me was. Hij had tenslotte de meeste ervaring in die dingen. Het eerste wat ik zag toen ik weer een beetje bijkwam, was de zakdoek van Alfred. Ik voelde me ellendig. Zo ja. Wat heb ik een koppijn. Kroos Amaya is geloof ik nog nooit zo snel naar het dorp gerend als die ene keer. Iedereen moest weten wat er gebeurd was. Dat ik stom dronken geworden was en dat ik die kippen had vergiftigd. 'S Avonds zat ik nog op schoot bij Alfred. Hur är med dig, Emil? En lever jag. Men om jag dör, då ska du vara lycklig. Volgens mig word ik nooit meer beter. Inte dör du, Emil. Det ska du inte tro. Kom. Emil i katten. Kroos Amaya kon daar geen genoeg van krijgen. Emil i katten söp sig full i kväll och slog ihjäl alla hönsa. Jo, kom. Emil, han i katten, han söp sig full i kväll och sen... Låt mig med skita. Ida wilde al die dode kippen wel eens zien. Ze ging polshoogte nemen. Stakkers halta lotta. Ze wist nog wel een toverspreuk waarmee wat dood was weer levend werd. Ze moet erg verbaasd zijn geweest over haar eigen krachten. Hokus, pokus. Je bent een deur langer. Maar het lukte haar elke keer weer. Ze had toverhanden. En toen ze het goede nieuws vertelde, begrepen mijn ouders er weer niets van.
De volgende dag was iedereen wel een beetje beter. Ik had alleen een droge mond en de haan geloof ik ook. Hij heeft nog 3 dagen niet kunnen kraaien. Ze zei dat ik net zo'n zwijn als Knorren was. En dat ze me voortaan ook zwijn zou noemen. Gelukkig kwam Alfred voor me op. Moeder schrijft vanavond wel behoorlijk lang in het schriftje. En idag var han åtminstone nykter. Maar dat was nog niet het einde van de hele geschiedenis. We kregen namelijk visite van 3 leden van de Club van Geheelonthouders. Ik begrijp het niet precies, maar het is wel ernstig en deftig. Ze onthielden precies wie er sterke drank dronk en ook hoeveel. En ze waren dus heel erg tegen drinken. Jo, vi har hört att det inte står så bra till här på kattet. Vad menar du med det? Ik werd vriendelijk uitgenodigd om naar een van hun preken te komen luisteren. Hè? Ses att han var full igår. Vad är det för dumheter ni kommer med? Då har ni väl också hört hur det gick till, va? Att han åt körsbär som jag brukt körsbärsvin på. Ja, hur som helst så skulle det nog inte skada. Ze begonnen een heel verhaal over alcohol en de duivel en verloedering en God weet wat nog meer. Ja, maar nu voor smaak voor sterkwaren, zo weet je ingen hoe het wordt. Jag får väl komma med han då. Aldrig på tiden. Ska han dit så är jag som ska gå med han. Mijn moeder vond het niet eerlijk. Ten slotte had zij die kerstnamen gegeven. Dus eigenlijk vond ze dat zij uitgenodigd had moeten worden. Ze werd een beetje kwaad en de functionarissen voelden zich steeds minder op hun gemak. Kom hier, Anton. Adieu. Maar de volgende avond ging ik dus samen met mama naar de geheelonthouders. Nee, griezenknoen, inte du. Go hem. Knorren wilde ook mee. Ten slotte was ook hij dronken geweest. Maar dat leek me geen goed idee. Dronken zijn geweest. Anti-alcoholpsalm. Gij jonge man die het glas heft met het dodelijk gif erin, besef toch, o arme ziel, het eind is zwaarder dan het begin. Uw lijf en lever gaan kapot. Uzelve eindigt in het cachot. Keer omme. Keer omme. Bezweer die vermaledijde dorst. Snij het verlangen uit uw borst.
dat u zo vreselijk schaadt. Wat u in dronkenschap vermorst, is het koninkrijk van God, uw vorst, wiens goede tieren u versmaat. De vorste zal in het glas aan toek. We voelden ons niet helemaal op ons gemak. Ik voelde dat we versterking nodig hadden. De anderen zouden niet veel. En die komt eraan, dames en heren. Wie weet hoe rustrikken naar Schevlet. De voorzitter begon een lange en strenge preek over de fles, de drank, liederlijkheid en dronkenschap. Ik begreep het niet allemaal, maar het klonk heel ernstig. Vi har sett en bringa ungdomlig oskuld i last och skam. Och vi har sett en bryta ner mannaålderns kraft. Och nu frågar jag, vill du, Emil Svensson, giva ett nykterhetslöfte för hela livet? Ja, det kan vi göra. Maar net toen ik die heilige geheelonthouders eed moest afleggen, kwam Knorre binnen. Hij wilde per se meedoen. En dat mag natuurlijk. Mama schoot in de lach. Ik was blij dat ze niet meer zo bedrukt was. De voorzitter begreep niet wat een varken bij de geheelonthouders moest. Maar dat kon ik hem snel uitleggen. Knorre had tenslotte de meeste kersen gegeten. Als iemand geheel moest onthouden, dan was hij het wel. Ja. Zie deze knoeien. Doe de grieze knoeien. Zo ja, één gang till grieze knoeien. Zo ja, zit wakker. Zo ja, zo ja. Doe de grieze knoeien. Wakker taas. Knorre en ik lieten al onze kunstjes zien. We waren bijna vergeten waar we voor gekomen waren. En dan zal ik nu toch maar zeggen wat ze willen dat ik zeg. Voor al framtid avhålla mig från starka drycker. Och jämväl verka för ökad nykterhet. Och jämväl verka för ökad nykterhet. Bland mina medmänniskor. Bland mina medmänniskor. Det är det griseknål. Och namens Knorre. Det gäller dig också. Knorre was erg tevreden over zichzelf. Hij ging vast vooruit om te waarschuwen dat we weer heel huids waren teruggekomen van de geheelonthouders. Hij was een trouwe vriend geweest. Nou, zo daar is de Emil. Toen we thuis kwamen, heb ik papa direct verteld hoe goed alles gegaan was. Dat ik de plechtige eed had gezworen en u geheel zou onthouden voor altijd, samen met Knorre. En weet je wat hij toen deed? Hij gaf me Knorre. Ook voor altijd. Förresten kan jag inte tänka mig att det är något gott fläsk på honom efter alla hans skutta fylleribravader. O, lieve vader, bedankt voor dit mooie roze cadeau. Zo zullen we altijd vrienden blijven. Mevrouw Petrel kwam haar kersenwijn halen. Goddag, Alma. Men välkommen. Välkommen. Är vinet färdigt? Jaha, det är det. Maar ik had de plechtige geheelonthouders eet heel goed onthouden. Dus ook mevrouw Petrel mocht aan de melk en de limonade. Wat zijn werdenstijden, Jor Emil? Ik werk voor nykterheten. Ik tänkte börja med fru Petrel.